welkom bij deze sessie over de Object Aware Text Wrap. Dat is een nieuwigheid in InDesign 2021. Dus je hebt zeker de laatste versie nodig. Wat is de bedoeling? We hebben wat tekst en we hebben een afbeelding, maar we willen de tekst liever wat laten lopen rond de onderwerpen. De stormtrooper hier bijvoorbeeld, of de lamp hier aan de rechterkant. Normaal gezien, vroeger gingen we dan apart de stormtrooper bijvoorbeeld moeten gaan uitsnijden in Photoshop bijvoorbeeld en dat als een tweede afbeelding gaan toevoegen. Of ik zou een apart pad kunnen tekenen hier in InDesign rond de stormtrooper om daar een tekstwrap op toe te passen. Maar ik kan nu op een veel eenvoudigere manier daarmee aan de slag. Dus we gaan het tekstwrap venster er even bij halen. En dat zal ik ook meteen even hier rechtsboven zetten. Oké, tekstwrap passen we dus toe op de afbeelding. Dus ik selecteer de achtergrondafbeelding in dit geval. En ik heb hier de object shape om rond te wrappen. En vanaf dat we dat gebruiken, in object shape, die afbeelding zelf, is rechthoekig. Al mijn tekst verdwijnt omdat eigenlijk... Ja, er gevraagd wordt om die volledig weg te wrappen met die instelling. Maar we kunnen het concrete contourtype veranderen. En we hebben hier nu de optie Select Subject. We gaan zien dat hier automatisch een pad wordt gewoven rond de Stormtrooper. Dit is een stukje AI dat erachter zit. Het Adobe project... Ze zijn er al een tijdje mee bezig. In Photoshop bijvoorbeeld kan je ook al een hele tijd heel gemakkelijk het onderwerp automatisch laten selecteren in een foto. Dus diezelfde technologie wordt hier voortgezet binnen een InDesign. Dit keer dus voor de text wrap. Als je dat gaat doen, dat ziet er al redelijk goed uit. Dan gaat de tekst gaan wegwrappen. Normaal gezien zal je starten. Als je dat gaat gebruiken met een offset van 0, dat zal zo zijn, dan ga je dat gewoon zelf even moeten verhogen. Dus dan gaat je een beetje extra marge creëren tegenover de afbeeldingen. We zien dat dat hier zeer goed werkt. Dus ik heb hier in dit geval mooi mijn tekst laten wegwrappen. Zorg er dan natuurlijk voor dat je tekstkader groot genoeg blijft. We gaan dat even opnieuw proberen aan de rechterkant. Dus de afbeelding selecteren en de tekstwrap veranderen naar, in dit geval, object shape. We willen rond een concrete vorm gaan werken. Type veranderen naar select subject. En we gaan de offset een beetje moeten verhogen. We zien hier dat die offset ook wel enorm helpt, omdat de wrapping, of de, ja, het... herkennen van het onderwerp zal niet vlekkeloos zijn. Het zal zeker niet perfect zijn. Maar door daar ook wat offset aan te geven, dan gaat die marge van error ook minder duidelijk zijn. Dus we zien dat dit eigenlijk wel nog altijd zeer mooi gaat ogen. Zo. En opnieuw zorg er dan voor dat je tekstkader... altijd groot genoeg is. Maar het maakt dus niet uit waar het tekstkader gaat staan. Die wrapping, die blijft nog altijd van toepassing. Dat gaat hier mooi altijd die vorm behouden. Misschien een laatste voorbeeld. We kunnen dat ook gaan inverten. Stel dat je nu een tekst hebt en je wil dat binnen het zwarte vlak hier plaatsen. Het is wat meer een artistieke foto. Dan ga ik dat hier alvast ongeveer op de juiste plaats zetten, mijn tekstkader. En ik ga op de foto mijn tekstwrap aanzetten op de object shape. Dat is even... zo. Dus normaal gezien verdwijnt dan alle tekst. Dat gaat zeer normaal zijn. Type terug veranderen naar select subject. Maar natuurlijk standaard gedrag is dat de tekst zal wijken naar de
buitenkant van het object. Maar we kunnen dus, terug even de foto selecteren, we kunnen dit inverten. En dan gaan we zien dat de tekstwrap mooi naar binnen gaat wrappen. Zorg gewoon dat je tekstkader zelf niet te groot gaat staan. Maar kijk, ik kan het hier wat optimaliseren nog. Misschien door mijn offset nog wat te gaan verwerken. En dan moet je ook gewoon zien dat je je tekstkader misschien een beetje lager gaat zetten. Hier bijvoorbeeld, die bult hier is niet zo handig om in te werken. Dus ik ga mijn tekstkader wat lager laten starten. Zo. Dus dat is die nieuwe tekstwrap die object-aware te werk kan gaan met je foto's. Zeker en vast een aanrader om te gebruiken.